Christian, afgelopen weekend een punt. Opgelucht? Ja, ik denk wij spelen goed. De eerste helft was niet zo goed gespeeld, maar de tweede helft denk ik waren wat beter. En ik denk een klein beetje geluk winnen we dat spel ook. Ja, jij nu al een tijdje linksback. Hoe vind je het gaan? Ik denk de eerste twee wedstrijden was een klein beetje moeilijk, maar daarna gaat het steeds beter. En ja, ik probeer me te verbeteren. En ik denk ik heb nog 2-3 wedstrijden nodig om met het team nog een klein beetje samen te rugen. En dan wordt het echt veel beter, denk ik. Ja, wat is er voor jou nog nodig om jouw spel beter tot uiting te laten komen? Ja, ik moet nog de automatismen met de andere spelers. Beter worden, denk ik, dat ik een klein beetje weet hoe loopt rechts, links. En ja, dat moet ik nog een klein beetje leren. Nou, de eerstvolgende kans om dat te doen is tegen PSV. Jij was er nog niet bij de vorige keer tegen PSV. Wat weet jij iets van die wedstrijd? Ja, ik heb gehoord, het was 1-5 verloren. Twee rode kaarten. Dat was echt geen goede wedstrijd van Utrecht, maar... Ik denk, het kan nog beter worden. Wij de laatste twee weken, drie weken spelen wat beter. En alles kan passeren als je dat speelt. Jij komt te spelen tegen bijvoorbeeld Depay en Ruiz. Word je daar zenuwachtig van? Ja, ik heb gehoord. Dus, ik denk de nieuwe shootingstar. Hij is een goede speler. Dribbelstaak en snel. Ja, dan moet ik denk ik veel doen om tegen hem te winnen. Hoe ga je ervoor zorgen dat hij achter jou aan gaat lopen? Ik denk dat je veel naar voren doen en dan om veel in duels te gaan. En dan denk ik wordt het voor hem ook moeilijk. Waar liggen kansen voor Utrecht tegen PSV? Ik denk hetzelfde wat wij doen thuis tegen Twente. Wij moeten goed staan, wij moeten zelf voetbal spelen. En dan als je goed staat en probeert de nul te houden, dan denk ik, krijgen we ook onze kansen. Ja, nou is PSV de laatste 5 wedstrijden gewonnen. Vond je dat overtuigend, die zegers? Ja, dat is echt goed voor de club, denk ik. Als je 5 wedstrijden wint, dan heb je een klein beetje zelfvertrouwen. Maar ik denk, onze zelfvertrouwen is ook daar. Na de twee laatste wedstrijden. En dat wordt denk ik een goede wedstrijd. Dan mag je de uitslag voorspellen. Wat denk je wat het gaat worden tegen PSV? Ik denk wij winnen 1-0. Door wie? Maakt niet uit.